Deze beschouwing die gaat over de Europese dame en hoe je daarmee om moet gaan als man. Ik heb over de Europese dame een beschouwing gehouden en daarin toegelicht waar we het over hebben. En het gaat over een vrouw, een soort vrouw. Die voor het eerst werd gesignaleerd in de eerste helft van de 18e eeuw. nee, van de 19e eeuw. door de Duitse schrijver Arthur Schopenhauer. En van hem is ook de term Europese dame. Het gaat om vrouwen met een grote mond. En dat soort dames is niet opgehouden te bestaan. Voor vrouwen met een grote mond, die heb je heden ten dagen nog. Veel heb je echt. In die uitzending over de Europese dame heb ik het over 95%. Van, eh, 95% van de vrouwen hebben een grote mond, zeg ik dus. En die zeggen dingen die jij van een man niet zou pikken. En omdat het vrouwen zijn, denk je, ach, laat we gaan. En dat moet je niet doen. Dus, voorbeelden van het gedrag van die vrouwen, dat vind je dan in die uitzending. Uitzendingen, beschouwing. En nu gaat het erom wat je eraan moet doen als man. Nou, het allerbelangrijkste is dat jij je moraliteit weet te vinden. Die Europese dame is niet moreel. En wanneer jij je verlaagt tot haar niveau, dan ben jij eveneens niet moreel. En bij de zoektocht naar jouw moraliteit. Geef ik je het advies om de Bijbel, je weet wel, dat oude, die oude bibliotheek, die oude verzameling van boeken, om die nog eens ter hand te nemen? Koop er eentje, al is het alleen maar voor de vorm. Hier in Arnhem kan je ze kopen bij Boekhandel de Fakkel. 8,95 euro heb je een King James, een Engelse dan. Hè? Dat is nu niet veel geld. En voor 14,50 euro heb je bij diezelfde boekhandel, boekhandel de Fakkel in de Koningstraat van Arnhem. Dan heb je een Nederlandstalige Bijbel. Ik zou adviseren de Statenvertaling. Dus ik zou de NBG-vertalingen uit 1950 of zo van de vorige eeuw, hè. Die is, die is niet zo bijzonder veel beter dan de statenvertaling. Dat is mijn mening. Ik heb zelf uh, ik heb ze allebei. De NBG-bijbel heb ik ergens eind jaren 90 gekocht. 1998 of zo. En dit jaar heb ik een statenvertaling uh, gekocht. Van 14,50 Het, jouw moraliteit, daar gaat het om. En in de Bijbel staat het, het devies: dat in een gezin het zo moet zijn. dat de man geleid wordt door Christus. Het woord van de Bijbel, het woord van God. De vrouw wordt geleid door zo'n man. En de kinderen worden geleid door die moeder. De kinderen onder de moeder, de moeder onder de man, de man onder de Bijbel. Dat werkt als een tierenleer. Je kan zeggen, ja dat lijkt mij een saai bestaan. En tot op zekere oogte heb je dan gelijk. Aan de andere kant, het bestaan is ook saai in die zin dat er geen rampen gebeuren. En wat mij overkomen is, zelfs al was ik dus een bijbelgelovende huppeltje pub, maar dan nog, ik heb een aantal dingen niet gedaan. Of beter gezegd, ik heb seks gehad met de moeder van mijn kind toen, toen de tijd daar nog helemaal niet rijp voor was. Ik heb mijn pik achterna gelopen. Zelfs al ja, kan ik zeggen: ja, maar het ging me niet om de seks. En ik was niet degene die het wilde. En dat was ook zo. Zij was het die zo nodig die seks wilde. Dat is, uh, ja. Ik heb haar niet verkracht of zo. Ik heb haar, ik heb, ik heb haar niet verleid. Nee, het ging andersom. En ik dacht: ach. Huh. Met een condoom, wat kan me overkomen? Nou, lang verhaal. Uh, ja. Binnen vier vijf maanden of zo... Pats, was ze zwanger. Zij heeft het daarop aangestuurd. Dat weet ik, nu achteraf. Ik heb haar leren kennen. En dat is het grote punt geweest met mij. Ik heb, haar, ik heb eerst seks met haar gehad... En daarna heb ik haar pas leren kennen. Kijk, dat is verkeerd om. En toen ik haar leerde kennen, toen snapte ik dat ze niet te vertrouwen was. Kijk, ik had haar eerst moeten leren kennen. Ik had moeten snappen dat ze niet te vertrouwen was. En dan had ik moeten zeggen tegen mezelf, Perry, zij is niet te vertrouwen. Dus je kan haar niet vertrouwen. Dus je kan haar niet trouwen. Dus dan moet je er helemaal geen seks mee hebben. Als ik zo simpel had gedacht. Dan was mij dat hele drama bespaard. Nu is het zo dat ik daar een dochter aan heb overgehouden. Die is nu 19. En zij is een. Gezien, een geziene persoon. Zij doet nu HBO. Ja, het, is, het is onder haar niveau waar ze zit op school. Maar goed, HBO, het is geen putjeschepperberoep, hè? Ze heeft een HBO-opleiding straks. En ze scoort hele, hele hoge cijfers. Echt verschrikkelijk hoog. Als dit zo doorgaat, dan mag ze na de studie doorgaan met een master's. En dan zal ik denken, halleluja, prijs de Heer. En in mijn geval weegt dat op tegen de bizarre ellende die ik heb meegemaakt. En dat is mooi. Voor mij en voor mijn dochter. Maar leuk en aangenaam was het voor mij niet. En ik weet dat er nogal wat mannen zijn die hun kinderen, na zo'n scheiding, want natuurlijk heb ik een scheiding in mijn nek gekregen, die zien hun kinderen helemaal niet meer. Dus die kunnen niet zeggen, zoals ik. Van, nou, hè, mijn kind is dus en zo en zo. En en toen, mijn dochter heeft me van de week nog gebeld. Dat vond ik echt heel leuk, een heel leuk gesprek. En dan hoor ik, uh, ja, waar ze mee bezig is. En dat, echt, dan denk ik wel, uh, ze kan gratis bellen. Of nou, uh, dat dus zeggen, uh, ja. Ze heeft zo'n vast uh, abonnement, weet je wel. Onbe onbeperkt bellen, zo werd het. Voor een vast bedrag. Nou, ja, misschien een half uur aan de telefoon gehangen. We hebben zo lang aan de telefoon gehangen... dat ik op een gegeven moment tegen haar zei van... Uh, kom, ik ga weer wat doen. Heel oh, serieus, oh, ik ga ook nog wat doen. Zij ging boodschappen doen. Ze woont nou in Nijmegen. Ja, ik heb... Uh, ik heb nogal wat meegemaakt. En wat ik ook heb gedaan, en of dat zo verstandig was. <laughs> nou, zeg maar van niet. Maar ik heb ontzettend veel gedronken. Ik was totaal gefrustreerd. Ik, 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 helemaal boos. Ik, ik helemaal beu. Ik, 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 ik was net uh, Siska de ratte van krijg toch allemaal de kleren? Valt toch allemaal helemaal dood? Hè? Krijg toch allemaal de kleren? En ja, die periode was er tussen mij en mijn dochter, ja, zo goed als geen contact. En dat snap ik ook. En daar heb ik sorry voor gezegd. Een uh, meisje, meisje, dat was de bedoeling. Nietjes. En dat heeft ze geaccepteerd. En zo eens in de, ja, een aantal weken of zo, dan komt ze even bij me langs en dan gaan we, eten we wat samen. En dan kunnen we wat langer kletsen en dan zitten we ook in elkaar, nabijheid. En het is nu halverwege juli en nou, ik heb nog wat dingetjes te doen. En, en tegen haar gezegd, nou begin september of zo, en dan kon je weer eens lekker eten. Hè? Ja, bedoel, het kind is volwassen. Ik hoef dat niet iedere week over de vloer. Wat is dat nou? Het is misschien leuk als ik zo dadelijk in het bejaardentehuis zit. Als, uh, yeah. Maar zover is dat nog niet. Hè? Ik heb nog genoeg uh, aanloop, zullen we maar zeggen. En trouwens, ik heb nou een baantje. Dus, uh, ik kom onder de mensen. Ja. Maar wat moet je dus doen hè, als je nou zo in zo'n situatie bent beland zoals ik? Nou, het, als jij ontdekt dat je getrouwd bent met een Surinaat, met, Surina met een Europese dame, dus met een vrouw die een grote mond heeft tegen je, en ik kwam er dus achter toen mijn kind drie was, hè. toen was voor mij de maat vol dat ik dacht, nou dit kan niet. En wat moet je dan doen? Nou, relatietherapie. Dat heb ik gedaan. Hè? Dat helpt geen zier. Het is maar de vraag of je, daar wat, uh, of je daaraan moet beginnen hoor. Het is duidelijk dat relatietherapie een hoop tijd kost en geld kost. Maar het helpt niet. En ja, voor de rest, omdat die therapie niet helpt, uiteindelijk delf je toch het onderspit. Uiteindelijk wordt je de deur uitgewerkt. Want die Europese dame, die, die kijkt altijd met een scheef oog naar het feit van, hmm, als ik nou scheid, hè, een scheiding niet met een lange ei, hè, maar als ik nou ga scheiden, dan... Uh, ik behoud het huis, ik behoud de voogdij, ik krijg alimentatie en ik krijg de helft van het vermogen. Dat is erg, erg aantrekkelijk. Dus, ja, en op een willekeurig moment staat het iedere vrouw hier in Nederland en ook in andere landen, staat het vrij om te zeggen, nou weet je wat, ik heb er nog eens over nagedacht en ik trek de stekker uit dacht. En daar sta je dan met je mooie gedrag. Hey, daar word je niet blij van. En ik heb het dus zeven jaar lang volgehouden met uh, die dame. Huh? En achteraf kan ik mij afvragen: van, heb ik daar nou mezelf niet tekort mee gedaan? Hm. Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar makkelijk was de periode niet. En wellicht had ik een andere strategie kunnen kiezen. waarbij het beter uitpakte voor mij. en waarbij ik toch nog regelmatig mijn dochter zou zien. Ja, dat is even dus wat je wil, hè, als man. Maar in elk geval. als je getrouwd bent met zo'n Europese dame. Uh, je hoeft die opstandigheid van die vrouw tegen jou. hoef je niet te pikken. Als zij een grote mond heeft naar jou toe. of in mijn geval ging dat nog zo ver. dat ze dus ook vreemd ging. Uh, dat hoef je niet te pikken. volgens de Bijbel. Echt niet. Dan mag je mooi een punt achter zetten. En dat is dan voor jou om af te wegen. Of je. Er een punt achter zet of niet. En als je er een punt achter zet. dan neem je die beslissing helemaal zelf. of onder begeleiding van iemand die jij zelf hebt uitgekozen. en zij weet in principe van niks. En dan ga je je eigen heenkomen regelen. en dan hangt het er vanaf of je dan in de buurt blijft wonen. zodat je je kind nog kan zien. Maar het is een beetje hoe je. Het is een groot. Het is een beslissing die je moet nemen. En die kan ik niet voor jou nemen. En ik kan me voorstellen dat je. Eh, je kind is drie. En de situatie is dusdanig. Eh, dat je wel in de buurt kan gaan wonen. Maar dat zij een houding heeft. Dat ze morgen kan gaan verhuizen naar Herigo Waard. En dan sta je ook te kijken. Dus dan kan jij zelf. Als je een leuke woning weet te vinden in Aalten of zo. Net zo goed in Aalten gaan wonen. Ja. Dat had ik misschien ook wel kunnen doen. Maar goed, ik heb het gedaan zoals ik het heb gedaan. Ik heb gekozen voor die relatietherapie, die totaal geen enkele zin had. En ik ben dus in de buurt van mijn dochter gebleven. Tot haar tiende jaar ben ik in die woning, ook was ik daar dagelijks. En toen is een woning bij haar in de buurt waar ik nu nog steeds woon. En ik zag mijn kind elke week. Nou, dat was voor mij dan de strategie. Die moeder, dat contact met die moeder... Is, dat bleef natuurlijk heel moeilijk. Ik zeg natuurlijk, want dat moet je... ga daar maar vanuit. Die Europese dames, die zijn niet moreel. Op geen enkel front. Hun eigen belang telt zwaarder dan het belang van het kind. Om maar eventjes een greep uit de grote hoed te nemen. Want zo'n vrouw die geen respect heeft voor jou, die een grote mond heeft naar jou toe. daar zit veel meer achter. Daar ontbreekt een heel groot stuk. En als je dat zou zien, dan zou je je helemaal kapot schrikken. En je dekt dat toe met de mantel der liefde. En dat is helemaal niet nodig, dat is zelfs fout. Moet je niet doen. En het is erg moeilijk om in zo'n situatie uh, het uh, contact met je kind goed te houden. Het, zo niet is dat ondoenlijk. Want die moeder die, die komt er tussen mannen. En die heeft toch de voogdij over dat kind. En ze praat op dat kind in. En, en vertelt het allemaal rare verhalen over jou. Ja, en zie de punt 1 er maar eens achter te komen. wat die moeder allemaal over jou in de rondte slingert. En punt 2, zie het maar eens. Eh, voor je dochter, voor je kind, voor je kinderen. te ontkrachten. Zonder dat jij de zwarte Piet krijgt. Dat is niet makkelijk. Echt niet makkelijk. En ik denk dat het mij naar omstandigheden los van dat uh, suipavontuur aardig gelukt is. De toekomst zal het leren. Ik ga ervan uit dat ik geen Europese dame aan deze samenleving zal achterlaten. En dat mijn dochter moreel zal zijn. Als het dan erop aankomt, hè, voor het stichten van een gezin en het vinden van een man en die dingen. We zullen het zien. Maar het beste is om het drama te voorkomen. Het beste is om alleen vrouwen zwanger te maken die echt jouw vrouw zijn. Het beste is om met die moraliteit zelf te beginnen. Jij moet moreel zijn. Snap je? Het begint allemaal bij jou. En jij moet je moraliteit, ja, ik zou zeggen uit de Bijbel halen. Anders zou ik het eigenlijk niet weten. De Upanishads ken ik niet goed genoeg om het daaruit te kunnen halen. En ja, wie leest er in Nederland de Upanishads nog meer? De Upanishads is een deel van de Veda. Van de Veda's. Daar zal ook wel het een en ander in staan hoor. Maar haal je het uit de Bijbel dan. Ja, dan, dan heb je gelijk al de mogelijkheid dat je, al is het maar voor even of zo, dat je je aan kan sluiten bij een kerk. En misschien kom je daar wel een christelijke vrouw tegen. En dan uh, die vrouw eerst leren kennen en nog een beter leren kennen en nog beter leren kennen. En dan ga je haar vertrouwen winnen en dan gaat zij jouw vertrouwen winnen. En dan heb je mekaars vertrouwen gewonnen en ja... En, Trouwen voor de wet, dat hoeft van mij niet. Maar trouwen voor de familie zou je toch wel kunnen doen. Dat doe je met een trouwfeest. En een contract opstellen, dat je... Ja, waarom niet? Dat je afspreekt van, als ik kom te overlijden, dan ben jij mijn erfgenaam. Dat is eigenlijk al genoeg. En alles wat ik opbouw aan pensioen, dat uh, vervalt aan jou of zo. Dan moet je even een afspreken met je pensioenmaatschappij als je, je pensioen opbouwt. Dat je zegt: ja, ik wil wel iemand kunnen aanwijzen die het krijgt als ik voor de pensioengerechtigde leeftijd kom te overlijden. Dat er dan uitbetaald wordt aan uh, Maria van den Berg. Hè. Maar een beetje pensioenfonds die uh, commercieel denkt, die, die zullen daarop ingaan. Ook al ben je dat niet wettig getrouwd, snap je? Een trouwen voor de wet, dat, nogmaals, dat zegt mij niks. Het beste is om die problemen te voorkomen. Het beste is om het vertrouwen te winnen van een vrouw. Die vrouw wint jouw vertrouwen. Dan ga je het hebben over een toekomst samen. En ja, dan komt er een keer seks aan de orde. En niet eerder. Klinkt een beetje saai, hè? Dat is wel het beste idee. De risico's zijn groot namelijk. Dus het offer is het waard. Als je weet wat voor een ellende je, je kan besparen. Dat is niet te zuinig, man. Dat je het even weet. En die eerste periode, eh, waarin je haar vertrouwen wint, kan je van alles leuk samen gaan doen en, en kennis maken met haar familie, en dat zij kennis maakt met jouw familie. En ja, dat zit. Het is ook een goede oefening om mekaar's gezelschap te waarderen en dat het alleen maar gaat om mekaar's gezelschap en niet om de seks. Want die factor seks, dat wordt toch minder. Kijk, als jij gaat voor een duurzame relatie met een vrouw, en als je niet gaat voor zo'n duurzame relatie, dan moet je er al, wat mij betreft al helemaal geen seks mee hebben. Voor hetzelfde geld krijg je daar dus kinderen mee. En wat moeten die kinderen nou met een papa en een mama die nooit duurzaam met elkaar door wilden gaan? Dat is kindermishandeling. Dat mag jij niet tot je geweten hebben. Sukkel. Ja, als je het dan toch over moraliteit wil... Nou, bij deze dan, hè? Moraliteit, als je moraliteit wil, moet ik zeggen. Dan moet je dan ook de, de hele ding moet je nemen. Het leven is niet iets van... van een lekkere seks en leuke dingen doen en... Oh, en dan gaan we dood en dan is alles tof. Nee. Er gebeurt heel veel in het leven... En zeker als het dus gaat om nieuwe mensen, om kinderen. En daar moet je er helemaal voor zijn. Dat is erg belangrijk. Als geen geintje. Dat is het waard om dat offer te brengen van die zedigheid. En als je dan elkaar gevonden hebt, eh, nou, dan heb je ongetwijfeld lekkere seks in het begin. Maar je vindt elkaars gezelschap ook prettig. Hè? Dus de relatie heeft meer waarde dan die seks alleen. Want je vindt het daadwerkelijk leuk met die ander. Je bouwt leuke herinneringen op. Misschien heb je een, een gedeelde hobby, dat je allebei houdt van spelletjes doen bijvoorbeeld. Een potje schaken met z'n tweeën. Ja? ja toch? Of abseilen. Of uh, zweefvliegen. Zeg maar wat. Dat je echt mekaar's gezelschap... waardeert... Dat je je niet verveelt met die ander in de buurt. Dat je ook gewoon een boekje kan lezen met die ander in de buurt. En dat die ander ook een boekje kan lezen terwijl jij aan het rommelen bent. En dat je om elkaar heen weet te rommelen. Dat het altijd gezellig en leuk is. Of altijd, hè? meestal. Dat is de waarde van je samenzijn. En heb je dan zo'n Europese dame waar je dat mee gaat doen, ja, dan zal die Europese dame, die zal die toets niet halen. Ze zal door de mand vallen. En dat is dan maar goed ook. Snap je? En ik kan ervan meepraten. En de massel die ik heb gehad, dat ik daar ondanks alles wat er gebeurd is, toch nog een. Ja, een redelijk tot goed contact met mijn dochter aan over heb gehouden. Ja, dat is mooi. Maar geef de mannen kost, de kost die dat echt niet hebben. Ik ken het verhaal van een man die. Die vrouw van hem, die wilde echt vanuit. Het niets. Een donderslag bij heldere hemel. wilde zij uh, een scheiding. En zijn twee zoons. die waren toen. 16, 17 jaar oud of zo. Nou, hij kon niks anders doen. Ja, hij, hij kon, die vrouw wil scheiden. dus die gaat naar een advocaat. En uh, even later ligt er een brief van de advocaat in de bus. Hij kon er helemaal niks aan doen. Dus hij diende te vertrekken uit het ouderlijk huis. En dan ging het om een man met nogal wat geld. Dus die vrouw heeft er ongelooflijk aan verdiend. En die man, zijn business draaide goed. En dat verder ging het met hem economisch gezien wel oké. Okay. Maar zijn kinderen ziet hij niet meer. En hij heeft ze dan wel eens een keertje gebeld. En dat aan die kinderen voorgelegd. Zo goed als volwassen zoons had hij. Hè? Van goh. Ja, die woonden nog met mama. Toen ze nog in de twintig waren. In begin twintig woonden ze nog met mama. En dan vroeg hij aan die zoons: van, Waarom komen jullie nooit meer langs? En toen. Uh, dat heeft hij aan allebei gevraagd. allebei smeten ze de horen erop. Dat je dat nog moet vragen. Lul. Zoiets. Weet je. Ja, zei die man. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb altijd voor ze gezorgd. Ik ging met ze naar voetballen toe. En. Uh, uit ja, een drukke baan, dat wel. Maar ja, sinds wanneer mag dat niet meer? Ja, wat is daar nou weer mis mee? En als je dus in zo'n situatie belandt. Dan. Hé hey, jongen, daar heb ik echt met je te doen hoor. Dus, Mijt dat. Vermijd dat. Arthur Schopenhauer heeft gezegd, geluk dat is een vaag begrip, ongeluk dat is reëel. Als iemand ongelukkig is, dan zijn er hele duidelijke dingen vooraan te wijzen. Ja, van bepaalde dingen uh, word je ongelukkig. En dus is het devies in het leven, is om het ongeluk te vermijden. Want gelukkig worden, wat moet je daarvoor doen? Hè? Maar niet ongelukkig worden... Dat is een duidelijke taak. Vermijd het ongeluk. Scheelt je een hoop ellende. En denk er goed om dat die Europese dames... Die, ja, die doen zich voor als... heel lief en blablabla... maar dat zijn alleen maar de kennismakingsweken, maanden of zo. En als ze je één keer vast hebben... Dan komt de ware aard naar boven. En als je er dan aan vast zit op dat moment en de ware aard komt naar boven, dan denk je aan dit gesprek wat ik nu heb met jou. En dan is het uh, ja je biezen pakken en uh, wegwezen. Uh, hoe eerder hoe beter. En heb je inmiddels al kinderen? Ja, verschrikkelijk jammer. Maar toch maar wegwezen. Ja. En is, er dan, is zij dan nog afhankelijk van iets van alimentatie, kinderalimentatie of zo? Daar kan je prima afspraken over maken. En je spreekt erbij tevens af dat je alleen betaalt als je de kinderen mag zien. En als je de kinderen niet mag zien, dan betaal je niet. Bijvoorbeeld. Ja. Of als je dit uh, ja, hebt... Ja, als je dit hebt gehoord van mij, dan zul je denk ik wel erg oppassen hè? met je nieuwe contacten. En... en Dan zal je niet zo in de, diep in de misère belanden als dat ik ooit beland ben. En met mij vele andere mannen. Hè? Want ze zijn gemeen, hoor, die Europese dames. En ze stoken die kinderen tegen je op. Dat is echt een groot probleem. En het duurt best lang voordat die kinderen erachter komen. En ja, zoals in het geval van die man met die zoons. Ja, ja die, die zoons waren volwassen. En toch lieten zij zich opstoken tegen die vader. Door die moeder. Ze hadden het niet in de gaten. En de media, met die, al die maffe dingen op Netflix en zo. die schetsen ook een beeld van met name de blanke man. En daarin worden de blanke mannen weggezet als een stelletje vol idioten. De, dat beeld krijg je ook nog een keer op jou geprojecteerd, door je kinderen ook. Nou, ga je kinderen maar eens uitleggen dat jij niet zo'n man bent als dat ze op Netflix zien. Ten meer da, dat beeld wat van die mannen geschetst wordt, dat, dat wordt uh, heel kunstig verpakt. Er zit bijna met onderhuizen boodschappen dat ze dat erin uh, friemelen. Uh, ja, dat is echt niet leuk, man. Snap je? Dit zijn allemaal ja, dingen waar ik je voor waarschuw. En dat ongeluk in jouw leven als man... Jij bent degene die dat kan voorkomen. Jij bent degene die de verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw leven. En daar hoort een hele serieuze houding bij. En daar past het dus niet in dat jij een beetje in de rondte gaat lopen, ja, wippen. Een beetje achter je pik aanlopen. Dat, dat hoort daar niet bij. Het begrijpen van je Bijbel wel. En dat jij degene moet zijn die de leiding geeft. aan de vrouw. En de vrouw degene moet zijn die dat snapt. En die goed naar jou luistert. Om er maar wat voorbeelden te noemen. Als jij een vrouw ontmoet. en. die heeft. Al ooit een relatie gehad. En die relatie is uit. En ga er dan maar vanuit dat ze, met dan, dat ze met als een vrouw tegen jou zegt van nou, daar heb ik ooit een relatie mee gehad, dan bedoelt ze: daar heb ik seks mee gehad. Maar ze heeft dus seks gehad met, met een man. En die man is nog steeds in haar leven. En dat noemt ze dan tegen jou: van ja, we zijn nog steeds vrienden. Als een rode vlag. Eigenlijk kan je dan stoppen met fantaseren of het ooit nog wat zou kunnen worden tussen jou en haar. Een vrouw die dus seks heeft gehad met een man, het uit heeft gemaakt. en die man dan als een soort. schoothondje of zo. dat ze dat lijntje openhoudt. Van ja, er zijn nog een aantal dingen. Nou, die vind ik dan wel leuk om met hem samen te doen en die doe ik dan. Als dat zo is bij zo'n vrouw, als een Europese dame een lama zetten. Je delft het onderspit. Jij moet onbedingt nummer één zijn. Kijk, zo'n Europese dame zou nooit van jou pikken. Dat jij ooit seks hebt gehad met een vrouw. en dat je die vrouw dan nog. Uh, dat je die iedere week even belt. of iedere maand. dat je daar nog heel innig contact mee hebt. dan wordt zo'n Europese dame bloed- en bloedlink. En ik zou het ook niet oké okay vinden. Ja. Bedoel, je, je kiest een vrouw voor het leven. en als dan die vrouw het niet blijkt te zijn. dan is die vrouw het dus ook niet. en dan neem je afscheid van die vrouw dan hoef je haar niet meer te zien. Dan is er helemaal geen behoefte meer van jou om die vrouw nog te zien. Het is klaar ermee. Ze heeft je bedrogen of whatever. En zo moet dat voor een vrouw die dan genoeg heeft van haar man ook zo zijn. En als zo'n vrouw dan de relatie of de, de, de opening naar die man toch nog open houdt, dan. Nee, dat, dat wordt niet leuk man. Dat kan niet. Ik zeg het maar. Hè. Het is ook erg belangrijk dat je een, een partner kiest in jouw leven. Die om kan gaan met. Teleurstellingen. Ik, ik zag een keer, er was in het café. En er was een Europese dame, zullen we maar zeggen. En ja, die had dan een, een vriendje aan de telefoon, en dat vriendje gaf dan door dat hij die avond niet kon. En zij werd kwaad, jongen. Wauw. Ja. Ja, is... ja, daar wil je niks mee. Dat, dat wil je echt niet. Dat... Ik weet misschien. Nou ja, ik weet dus niet wat het excuus was van dat vriendje. Of die kennis of zo. Maar dan nog zo'n scheldpartij, die ik dus hoorde. Was, Wa, wat is er helemaal uit de plaat, man. Stampend liep ze heen en weer. En wat flik je me nou Ja, niet doen. Gewoon, gewoon niet doen. Een zonde van je tijd. Een zonde van je leven. Dat is het punt. En die vrouw waar ik het over heb, dat is best een mooie vrouw om te zien. Echt een hele mooie. Blauw-grijze ogen heeft ze. En, ja, mooie tanden. is een beetje mollig, maar ze is niet obese. Een lekker mollig ding. Ja, je kan er zo voor vallen. Maar je wordt er niet gelukkig mee. Ja. Als jij een afspraak hebt met een vrouw en je kan die betreffende avond niet omdat je over moet werken of zo, en dat hoor je pas op het laatste moment, ja, dan geef je dat door aan zo iemand en dan zegt zo iemand als eerste, oh wat vervelend dat je over moet werken. En kunnen we dan later op de avond elkaar nog zien? Of kom je echt pas heel laat thuis? Dat is de reactie waar jij wat aan hebt als man. En pas ervoor op hoor dat je eh, niet te snel denkt dat het wel oké okay zit. Dat kost je misschien wel een, een jaar. Want je moet zo iemand, en dat geldt ook voor die andere naar jou toe natuurlijk. Eh, je moet allebei weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Dan pas je wel echt bij elkaar. Want het hebben van seks is zo simpel. Want ja, qua seks pas je in elkaar. Doe je al penis, zal heus passen in haar vagina. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar het is alleen maar seks. Het kan wel zo heerlijk zijn. Ik denk, van, oh, lekker seks. Maar het is alleen maar seks. En waar het om gaat is of het contact lekker gaat. Dat telt. Dat is belangrijk. Ja, ik heb dit uh, goed voorbereid voor jullie. En ik zeg dit niet uit het luchtledige. Ik, ik spreek vanuit ervaring. En ik heb niet alles goed gedaan in mijn leven. En dat betekent niet dat jullie een vrije brief hebben om het dan ook maar niet goed te doen. Ja, Het is ook niet erg als je het net zo stom aanpakt als ik. Kan je het ook net als ik lekker op een suiper gaan zetten? <laughs> en dan twee jaar lang zo goed als niks meemaken behalve Netflix. Het is je niet te verwijten ofzo? Maar het is wel meer je eigen schuld dan dat het mijn schuld was. Want jij hebt het nu van mij gehoord. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee, toch? Dus vandaar dat het belangrijk is dat je dit in je oren knoopt. En er nog eens aan denkt. Als je weer eens een nieuwe vlam hebt ontmoet. En hou er goed rekening mee dat je die tijd in acht neemt... voordat je daar seks mee gaat hebben. En ook dingen als van... ja, maar we gebruiken een condoom, dus er kan niks gebeuren. Ja, pas op jongen, pas op. Er zijn gevallen bekend van mannen die vol van vertrouwen... hun penis met condoom omringt, omhult. Moet ik zeggen, met condoom omhult... Staken in de vagina van, eh, oh zo'n lieve vrouw. Ja, en toen ze lagen te slapen, toen is die vrouw eh, heel zachtjes uit het bed gestapt, is naar de prullenmand gelopen, heeft die condoom eruit gevist, binnenstebuiten gekeerd en zichzelf bezwangerd. En vervolgens is die man eh, in een situatie beland eh, ja, die verschrikkelijk was. En zijn leven was voorbij. Dan zoals je zegt, Piri, dat meen je niet. Ja, dit, dit gebeurt. Ik zal niet zeggen dat het al die vrouwen zo zijn, maar ja, het gebeurt wel. Nou, ik, heb dat ik, ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben overgekomen. En je genoeg ja, dingen, stof tot nadenken hebt gegeven om die voorzichtigheid en die behoudendheid erin te brengen. In je omgang met vrouwen en breng daar moraliteit in. Laat moraliteit en het liefste zeg ik uit de Bijbel. Hè, laat die moraliteit je leidraad zijn. Het scheelt je enorm veel verdriet en frustratie en woede en zuidpartijen. Snap je? Nou. En misschien dat het dan straks allemaal nog goed komt met Nederland. Met allemaal stabiele relaties tussen een man en een vrouw. Die elkaar helemaal vertrouwen. En die gaan voor het leven. En ze blijven bij elkaar. En dan drie, vier kinderen per vrouw. En al die kinderen worden stabiele kinderen. Die het heel goed doen op school. En ja. Dan krijgen wij een hele nieuwe, fijne, harmonieuze samenleving. Want daar gaat het om. Niet alleen in mijn ogen, nee, daar gaat het om. Denk er maar eens goed over na. Wat jij kan bijdragen aan zo'n harmonieuze samenleving. En dan zeg ik op zijn hamburgers, vol van vertrouwen, tjus. En dag lieve aanstaande ouders.